De relatie tussen Suriname en India is van grote waarde. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan bij de viering van de 75e onafhankelijkheidsdag van de Republiek India. Er werd een toast uitgebracht op de bilaterale relatie, als ook op voorspoed en welzijn van de bevolking van beide landen. Om de relatie tussen India en Suriname te benadrukken, zijn er 75 bomen geplant. Dit symboliseert volgens het staatshoofd de duurzaamheid van de relatie. Santokhi memoreerde de ondersteuning van India op vele gebieden in Suriname, zoals de agrarische sector, volksgezondheid, onderwijs, elektrificatie en cultuur. Voor het versterken van de relatie met India heeft Santokhi onlangs een ambassadeur voor India benoemd in de persoon van Arun Kumar Hardin. Ook verwacht de president binnenkort een Indiase parlementaire delegatie in Suriname te verwelkomen.